Bismillahirrahmanirrahim, voorzitter. Naar aanleiding van de vele vragen, ook in uw parlement, over mijn positie, wil ik graag het volgende aangeven. Ik ben inderdaad nog in functie. Ik ben inderdaad nog minister van Binnenlandse Zaken. Voorzitter, I live to fight another day. Mi canto, ma mi dete, voorzitter. Ik wil vanuit deze plek het volk bedanken voor de ondersteuning. Ik heb honderden appjes gehad van zelfs journalisten, voorzitter, van politici van andere partijen, van mensen die niet van me houden. Dat zijn er niet veel, maar toch een paar mensen die niet van me houden en hebben de ondersteuning gegeven. En daar ben ik dankbaar voor. Voorzitter, ik probeerde sinds gisteren alles te beantwoorden. Ik heb nog zeker 500 appjes die ik moet beantwoorden. Maar voorzitter, mijn excuses voor degenen die ik niet heb beantwoord. Maar hun kunnen ervan gerust zijn dat ze zich geen zorgen over mij hoeven te maken. Ik heb een dikke huid en het vertrouwen dat zij me hebben gesteld zal ik niet schaden. Voorzitter, op dit moment bevind ik mij inderdaad in de voor mij tot nu toe zwaarste politieke storm. Voorzitter, en dat komt niet door de aantijgingen, want die kan ik weer leggen. Het is zwaar, voorzitter, omdat ik weet van waar de storm komt, omdat ik weet vanuit welke hoek het komt. En dat is teleurstellend. Voorzitter, politiek kan mooi zijn. Mooi wanneer je het juiste beleid voert en daardoor veel mensen kan helpen. Maar politiek kan ook door hebzucht, door de drang naar macht of door de drang naar behoud van macht lelijk zijn, voorzitter. En op dit moment is deze politieke storm waarin ik zit erg lelijk. Voorzitter, de president heeft mij gisteren gelukkig niet ontslagen. Gelukkig niet ontslagen. Ondanks zware politieke druk, voorzitter, heeft hij mij niet direct ontslagen. Hij heeft mij om informatie gevraagd, aanvullende informatie, voorzitter. En dat heb ik vandaag gestuurd. En ik geloof dat dat genoeg zal zijn. Voorzitter, ik begrijp zelfs, voorzitter, dat de veroorzaker van de storm, voorzitter, stukken heeft gegeven aan leden van de oppositie om ze te brengen hier in de vergadering. Alleen en enkel om onze president onder druk te zetten. Ik heb de leden van de oppositie gezegd, breng het. Want ik heb geen boter op mijn hoofd. Weet je wat ze zeggen, voorzitter? Ze zeggen, nee, Bronto, wij gaan ons niet voor het karretje laten spannen. Ik ben ze daar dankbaar voor. Voorzitter, ik ga afsluiten over dit stukje. Mijn huid, wat ik zei, voorzitter, is dik. Nog net niet zo dik als die van de olifant. Nog net niet zo dik. Nog net niet zo dik. Maar het is een zware politieke storm waarvan ik niet verwacht uit welke hoek het komt. Maar ik moet u ook zeggen eerlijk, voorzitter. Ik heb ook hulp gehad van mensen waarvan ik het niet had verwacht uit welke hoek het komt. Voorzitter, nogmaals, mijn huid is dik. Alhamdulillah voor alles. Alhamdulillah voor het goede, alhamdulillah voor het slechte, alhamdulillah voor alles. En zoals papa Tootje een keer zei, voorzitter, Ogado, yip mi, fusabi mi mati, want mi feyanti mi sabiba.